Zero. Klaasine Veen, let op. Want voor de Rabbit Wheels staat hier Tamara Brandt. Voor Putten, Marit van der Hoek. Voor FC Unitas Assen, Nienke Lukens. Voor de Bissing Crossers, Sophie Lennips. Voor de Flying Bikes, Anne Wil van Dam. Voor de Rapid Wheels, Luelle Kors. Voor BMX Apeldoorn, Kim van Laar. En last but not least, voor de Vivo Crossers, Aniek Pouwman. Succes. En weer ligt hier een hele mooie kampioenstrui te wachten op een van deze dames. Het ziet er goed uit voor de Vivo Crosser, want die is goed vertrokken hoor. Niet alleen, nee, ze neemt haar Apeldoorn met zich mee. Het is de Vivo Crosser die heel goed vertrokken is. Het is Aniek Bouwman. Gaat als eerste de bocht in. We hebben nog een valpartijtje ook in deze Apeldoorn gezien. Apeldoorn onderuit helaas. Kim van Laar. Dat betekent dat er lucht en ruimte is voor de dame daar voorin. Het is Aniek Bouwman, de Vivo Crosser. Gaat zij dan hier heel gemakkelijk deze finale van haar naam schrijven. Een klein beetje geholpen door de pech van de dame uit de Apeldoorn, door Van Laar. Ja, dan kijken de dames op de plaatsen 2 en 3 elkaar eens even aan. Van joh, ga jij het doen of wat wil jij? Wil jij tweede of derde worden? De Bissing Crosser, Sophie Lerms, die krijgt daar alle ruimte van de dame uit Assen. Het is Nienke Lukens, maar Rins, die gaat naar de Vivo Crosser. Gaat naar Aniek Bouwman, in de categorie meisjes, 10 jaar.